MVB is gewoon heel belangrijk voor Centraal Beheer APF. Want het zit in onze beleggingen. En in onze beleggingen moeten we daar rekening mee houden. Omdat de samenleving dat ook van de bedrijven vraagt waar we in beleggen. En daar dus ook last van kunnen krijgen. Dus een hele belangrijke risicofactor op zijn minst om rekening mee te houden. Het gaat niet alleen om rendement, het gaat ook om risico's. En door ook goed naar je maatschappelijk verantwoord beleggingen te kijken en de aspecten die daarmee omheen gaan. En vooral ook klimaat is een belangrijk aspect daarbij. En dan heb je gewoon een nieuw perspectief op de risico's waar je anders geen rekening mee zou houden. Dus je risicorendementsprofiel verbetert door rekening te houden met MVB. Het is belangrijk om de achterban erbij te betrekken, omdat MVB ook maatschappelijke thema's meebrengt. Waarbij je dus ook de keuze hebt hoe ver je daarin wil gaan, welke thema's je wil spelen. Dus wat wij bij Centraal Beheer APF gedaan hebben, is met belanghebbende organen om tafel gaan zitten en die vragen met ze te bespreken. En op die manier hebben we ook keuzes gemaakt. Want de diversiteit van het APF is natuurlijk groot. Veel verschillende werkgevers, veel verschillende deelnemers. Dus we hebben ook gekozen om ons aan te sluiten bij de algemeen geldende thema's van de UN Global Compact. En de klimaatthema's zoals ook in de Nederlandse samenleving belangrijk zijn gevonden. In 2020 gaan we ons aangescherpte beleid verder implementeren. Dus dat betekent dat we de engagement verder doorvoeren, het stembeleid verder uitbreiden. En daarnaast gaan we de klimaatrisico's nader onderzoeken en daarmee rekening houden in onze beleggingsportefeuilles.